Dames en heren, ik zit hier met the one and only. Man, het staat op zijn trui. Daar word je niet vrolijk van, hè? Rob Geus. Rob, wat fijn dat je er bent. Ja, wat een eer. Ik wil jou dit overhandigen. Top. Geniet ervan. Hey, lekker koud. Uit het vuiltje. Juist. Hop. Hey, je eet helemaal niet, man. Je bent scherp, man. Ja, ja. Lust je dit niet of zo? Ja, ik ben niet zo gek paprika's. Nee. Yo! Maar voor jou neem ik een hapje, ja? Oké. Okay. Ja. Ik heb hem speciaal niet gewassen. Hey, nou, geef maar aan mij, je lust hem toch niet. Zo'n man als jij moet toch alles lusten, man? Nou, heerlijk, niet op die lust. Lekkere dingen in het leven. Zoals? Meel. Wij hebben samen meegedaan aan een prachtig programma genaamd Temptation Island. En losgegaan daar? Niet normaal. Ja. Nee, jullie weten het natuurlijk, Expeditie Robinson, het is weer zover. Rob, wij hebben elkaar niet gezien op het eiland. Ja, nee, niet op het eiland. Precies 0 keer. Ja. Ik geef mijn bootje links en eigenlijk naar rechts. Klaar. Ik heb wel van jou mogen genieten de afgelopen weken op de Nederlandse televisie. En vandaag gaan we aflevering 5 kijken van Expeditie Robinson 2019. We gaan kijken, aflevering 5. Duivelseiland. Voor de mensen die het niet weten, die geen Expeditie Robinson kijken. Je hebt 3 eilanden, Kamp Noord, Kamp Zuid en Duivelseiland. Ik zit op Kamp Noord en Rob zit op Duivelseiland. Ja. Al een week of zo hier, denk ik. Ja, 8 dagen, ja. Hoe was het op Duivelseiland? Ja, gewoon niks. Maar het was wel gezellig. Het was heel gezellig, ja, maar we hadden niks. Je had een banaan aan een hengel gedaan. Ja, dat kan wel trouwens, hè? Ja, nou, ja, zoek het maar op. Je kent met banaan vissen. Maar je hebt niks gevangen met banaan. We hadden af en toe al een heel klein beetje dat ze erop reageerden. Maar uiteindelijk hebben we natuurlijk met levend aas zijn we gegaan. En toen ging het als een raket. Kijk, zulke soort dingen. Ja. Nee, joh. Nee, kom op, hé. Ja, wat zaten jullie trouwens vaak bij dit meertje? Bij dat meer, ja, daar staat onwijs voor vis. We hadden op een gegeven moment echt een stekkie. Maar we dachten, nou weet je, dit moeten we gaan vasthouden. Ja, daar zwommen die rakkers. Ja, ja, wel klein trouwens hoor, maar... Beste kandidaten, pak al jullie persoonlijke spullen. 1 van jullie komt nooit meer terug. Hè? We gaan nu die balkproef doen. Die koop van rijden. Ja. Jullie hadden 1 dag, jullie hadden niet eens rust gehad. Dat is dus het kutte gewoon aan de hele expeditie. Ja, je weet nooit waar je aan toe bent. Nog nooit. Van een psychologisch spelletje. Ja. Want dan denk je, oké, we gaan lekker vissen. Ga je dat doen, dan ga je dat doen. En in 1 keer. Ja, want ik wilde nog die dag. Ik wilde eerst gaan vissen. Hè? En toen zei ik tegen Rijk, weet je wat we doen? We gaan een mooi bankje bouwen van bamboe. Ja. Dan gaan we lekker samen vanavond zonsondergang genieten. Ja. Die bank is niks. Mijn beste nacht ooit hier op het eiland gehad. Daarom, jij bent er ook helemaal klaar voor. Dus qua energie is het wel goed. Goed zo. Hoe kon dat jij in 1 keer, want jij sliep niet en in 1 keer had je je beste nacht ooit? Wat wij deden, wij droogden zeewier uit het water en dat deden we in een poncho vouwen. Echt? Ja, als matras. En op een gegeven moment, na 7 dagen, was het steeds dikker. Ja, toen lag ik eigenlijk aan de koning. Oh, dat heb ik nooit gedaan. Zeewier uit de zee halen, droog in de bomen en die poncho vullen. Op een gegeven moment wordt het steeds dikker. Wat slim zeg. Ja, en ja, ik had echt goed geslapen die dag ervoor. Het eerst. Daar gaan we hoor. Juist. Bankproefie. Focus. Had je vertrouwen in de balkproef? Eva is zeg maar een soort 1,12 meter. Ja. Super stabiel, heeft op dansles gezeten. Turnen. Ja. Rijk en ik van maat 45. Dat is toch al eigenlijk niet eerlijk? Rijk en ik hadden tegen elkaar gezegd. Wij hoopten eigenlijk alle twee, ondanks dat we natuurlijk Eva het beste gunnen, onszelf Berdien de proefs gingen winnen. Want als Berdien zou winnen, ja, dan zouden wij nog een kans maken op de balk. Ja, en toen zij echt vol overgave die proef won van Berdien. Toen wisten jullie wel, toen wisten wij eigenlijk ons lot al. Maar ja, je hoopt natuurlijk uiteindelijk op een ontsnapping. Ja. Weet nooit hoe het kan lopen. Nee. Wie het langst blijft staan, heeft immuniteit tot de samensmelting. De winnaar zit gewoon aan tafel. Dan wil je toch graag weer, man. Verdomme, het zit je al 7 dagen op dat klote eiland. Als je die brief leest en je hoort, hey, de winnaar, de samensmelting, dan zie je gewoon de wijn al en dan zie je de kippetjes op tafel staan. En je denkt, Dan verplaatst iedereen zich naar het smallere stuk van de balk. Smal, hè? Is de zandloper op. Voordat wij weggingen heb ik in de douche van mijn ouders 1 been gaan staan. Ik dacht, kijk hoe lang ik het volhoud. Ik heb 3 kwartier in die kutdouche staan. In mijn hoofd zei ik, nee, ik stop niet. Weet toch, voordat je weggaat naar expeditie. Ja, op de vloer gewoon. Ja, maar ja, dat kan nee, oké, maar ik dacht, weet je, ik had even geen balk op mijn beschikking. Waar stond je in de badkamer? Elke keer als ik hier zit met iemand, dan benadrukken we het weer. Ja. In beeld zie je eigenlijk, zeg maar, niet echt hoe fucked up het is. Maar het is echt geen breedte. Nee. Fucking heet. Slecht slapen. Het is alles. Ja. Gaan met die banaan, jongen. Ja, en ik voelde aan mijn knietjes, jongen. In het begin al denk ik, oké, wat is dat, joh? Ja, maar je ziet, met alle respect, je ziet gewoon al, kijk even het verschil. Kijk, Ja. Dit is gewoon al meteen dat je denkt... Oké, dit is lastig. Ja, even zoeken. Dat is moeilijk. Ik denk achteraf, maar ja, het is allemaal achteraf. Dan had ik beter de tactiek van een rij kunnen achter naar beneden kijken. Juist. Ik moet en zal deze proef winnen. Dit is dat toch niet normaal? Ja. Kijk, er staan er. Kijk, daar Rijk op een gegeven moment ook, joh. Ik zeg, nou, zij kan gewoon hier 3 dagen op staan. Ja. En ze zou op het smalste gedeelte zou ze keren en zou ze weer teruglopen. Ja. Ja, zeg het maar. Maar zij beweegt echt niet. Toen dacht ik dat hij ging, jongen, toen naar huis. Toen dacht ik, nu is het klaar. Dit moment, wat er dan door je heen gaat, jongen. Oh man, man, man. Het is ook zo lullig gewoon. Zo'n race, het was gewoon, nou ja, nu ben je gevallen. Ja. Het is echt verschrikkelijk. En dan denk je, nou jeetje, weet je wel, alsjeblieft kom met die boot en voer me af. Dan moet je nog als slijtage, moet je daar nog gaan zitten wachten. Nee, want ik wilde gewoon samensmelting minimaal halen. Dat was mijn missie. En ik denk, nou, het is nog niet klaar. En dan hoop je eigenlijk nog dat iemand tegen je gaat zeggen, joh, er is nog een ander eiland. Maar die is niet, ja, er zijn genoeg eilanden, ja, maar niet voor Geus. En je gaat ver komen. Kunt zeker. Ja. Top. Thanks. Emoties! Ja. Ja, weet je wat het is? Een huilen op tv is altijd goed. Er is wel dat je denkt, ja, verdomme Rob. Voor jezelf is dat niet zo leuk om naar te kijken, vind ik. Nee, dat begrijp ik ook wel. Nou ja. Maar het is wel gewoon de realiteit. Ik vond, het is eigenlijk wel heel mooi. Het heeft vannacht voor het eerst geregend. Voor het eerst dat het echt met bakken uit de lucht kwam. Nou, dat was wel even pittig. Maar als je die poncho op hebt en je voelt die druppels zo op je poncho, ja. Slaapt zo lekker. Slaap zo lekker! Dit is super kut! Ja. Dit slaat toch nergens op. Mooi. Oh, alsof het een soort sauna-idee is. Ja. Kamp Noord. Pak al jullie spullen en stap op de boot. Sommigen van jullie komen hier nooit meer terug. Hey. Kijk, zij zijn blij, hè? Ik weet niet of je dit een beetje meekrijgt. Ja. Maar er is verdeeldheid op Kamp Noord. Ja, behoorlijk wat, ja. Ja, en ik zweef er zo tussenin. Ja. En ik zit er zo tussenin. Ja, maar dat is wel goed, die positie is wel lekker. Ja, die was te gek. Je kan een beetje zo... Ja, dat was kijken, top. Alleen toen werd alles... Ja, gehusseld. Ging kapot. Ja. En ik dacht alleen, kut. Ik heb nu, zeg maar... Ik heb een hele fijne positie voor mezelf. En nu wordt het weer allemaal gehusseld. Nee! Eva, pak al je persoonlijke spullen en stap op de boot. Nee, laat me niet alleen hoor. Het voelt gewoon een beetje alsof ik hem achterlaat. Het voelt een beetje alsof je laat hem achter. Ja. Hè? Keihard. Kan hem gewoon blijven, hè? Ja, je vaart gewoon weg. Ik stuur die boot weg. Die blijft. Ik denk dat ik het nog heel moeilijk ga krijgen. Nee, kom op. Rijk hierheen. Nou, ik weet wel zeker. Je vader heeft het afgeschreven, hè? Knallen met die ballen, man. Beetje moeilijk. Tijd voor de proef, motherfuckers! Dikke prima, weet je wel. Even voor de mensen die het niet gezien hebben. De teams worden gehusteld. In één keer zit ik bij Yvette en Fien en Aquasi. Ik vind het allemaal wel prima. Kan mij schelen, joh. Dat is het. En daar komt radiopersoon nummer 500. Die denkt alleen maar niet meer aan Rijk, joh. Ja. Rijk moet je achterlaten. Nee. Oh, ik weet eigenlijk niet of ik op de boot ga of niet, maar ik laat je toch achter. Nou ja, nu is hem al kwijt. Rijk? Wie is dat? Jij kan namelijk tot en met de samensmelting niet worden weggestemd. Nou, hier denk je echt, what the fuck? Je verliest de eerste proef en nu zit je in één keer de samensmelting en ik maar mijn best doen. Mooi, hè? Ja. Kijk, Hugo klapt hier, maar het enige wat Hugo denkt is... boerenkiespijn. Ja, echt. Ja. Ik moet jou te vriend houden. Hey. Maar, ik ga koken voor jou. Ik ben alles klaar wat je wil, wijfie. Maar je gaat niet bij stemmen. Ja, Hugo denkt alleen maar van... God. Ja, oké. Nicolette staat jullie op te wachten met een proef. Meteen een proef in je nieuwe team. Ja. Bam. What the fuck? De proef van vandaag is zwaar. Er zal geklommen worden en gepuzzeld. Ik zie al meteen dat we in de hoogte moeten. Ik zie al meteen het uit moeras dat er een hele hoge muur... Dus we gaan de hoogte in. Dat heb je goed gezien trouwens. Mooi, hè? Hey, dat vind ik heel scherp. Ja, er staat een salage van, denk ik, bijna een wolkkrab in New York. En hij ziet... Ik zie al meteen aankomen. Ik vond zo'n goede quote. Jij makkelijk praten, maar jij hebt nog nooit zo'n proef gezien. Nee, ik heb alleen die balletjes gezien. Ja, ik zag al meteen dat een balletje... Maar ik vind juist de combinatie, hè, dus het zware op het eiland in combinatie met psychologisch spelletje. En met zulke soort megaproeven. Ja, is kicken, joh. Ja, nee, dat kun jij ook, dat kan jij weten. Ja. Dat je megaproeven. Van beeld. Oké. Hallo. Ja, dat vind je nog moeite, hè? Gewoon trekken. Geen gezeik. Tim en ik waren no-nonsense. Dat zie je niet echt, maar wij waren echt... Wij hebben elkaar gewoon echt... Wij zeiden tijdens proeven, we gaan er niet omheen lullen. Nee. We zeggen gewoon wat het is. Als je je bek moet houden, moet je je bek houden. Nou, dat werkt super. Op het moment dat ik helemaal bovenaan sta, zie ik dat Kamp Noord nog steeds met de eerste muur bezig is. Ik denk bij mezelf, oké, we hebben een voorsprong. We hebben het ook heel goed gezien trouwens. Ja, je bent wel scherp in die proeven. Hou je kop, jongen, dikke hond. Op de derde verdieping. Ja, nee. En de tegenstander staat verdieping 1. En je ziet dat je een voorsprong hebt. Dat is toch mooi? Kom op, man. Ik zie in één keer op verdieping 3 dat op verdieping 1 nog ellende is. Nou, dat is nog een mooie voorsprong. Ja. Nou, eindelijk iemand naar boven. Hey. Nou, super. Maar we zien nog steeds dat we een voorsprong hebben. Daar gaan we. Dakkie erop. Daar gaan we en... Klik. Hoppakee! Wederom de winst! Je kan ook opmerkingen hebben over de quotes, maar uiteindelijk winnen we toch wel. Ja, respect. Ja, het is gewoon een koud kunstje. Met de heimwee, dat is bij mij wel echt een dingetje. Ja? Ja. Ik kan me niet heel veel bij voorstellen. Kijk, ik heb ook een gezin. Ik weet als ik hier aan meedoe dat je dan gewoon een tijdje vanuit bent. Dus als je heimwee echt hebt, Het is vervelend, Maar ik vraag me wel af, als het niet gehusteld was, had hij dan ook die heimwee gehad? Nee, minder. Want dan had die afleiding, had die kind nog. Precies. Lekker zijn salonnetje voortzetten. Lekker zijn nageltjes doen en zo. Ja. Maar ik kan je wel zeggen... Roy gaat naar huis. Ja, maar Roy gaat naar huis. Ja. Maar als hij niet had gezegd, stel mij... Dan had het denk ik voor één van die personen, en ik hoef jou geen naam te noemen. Ja, dat weet ik wel zeker. Die is keihard op dans gesprongen. Ja, 100%. Ja? 100%. Ja, zo kan het spel lopen, hè? Ja. Geef je wel nog de mogelijkheid om naar Duivelseiland te gaan? Nee, ga ik niet doen. Ik ga naar huis. Ik sterf op het eiland dat ik eruit lig. Ja, en dan gaat deze gast nog een kant. Ik zou je zeggen, je weet hoe lang een reis het is. Ik kom op Schiphol aan terug. En het eerste wat ik zei, als iemand nu op Schiphol tegen mij zegt, je gaat nu terug, dat ik ga nu sowieso. Rob, veel plezier met kijken naar Expeditie vanaf nu af aan. Hè? Ja. Ga je het nog kijken of niet? Nee, ik kan het niet. Dat lukt.